Hallo allemaal en welkom weer al op een gaming movie. Jawel, ik ga weer al wat stilletjes moeten zijn, want het is weer al redelijk laat. Maar zijn blij dat ik wat gaming movies voor jullie presenteer. Hier nu de Euro Truck Simulator. We gaan dus starten het luik vandaag. Waar we dan naartoe gaan rijden, dat weet ik nog niet. We gaan een lange rit voor de boeg nemen. Met weer al wat leuke muziek op de achtergrond. Jawel, achtergrondmuziek. Kom aan. Hop, 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 hop. Hier. Verlassen. Oké, we zitten dus momenteel in Luik. We gaan eens even kijken op de arbeidsmarkt. En eens even kijken naar Luik, naar Polen toe. Dat is wel een hele rit, hè. Voor 23.000 euro. Waarom niet? Voilà, ça. Naar Warschau. Oké. Ik zal zeggen, geniet ook weer van de muziek die hier bij hoort. Maar ja, maar eens lekker starten. Hop, zet er één. Ik dacht dat ging helpen. Is al 65 kilometer rijden. Holy shit. Kom ik al hier ook slaapplaatsen tegen? Dus even gaan kijken. Ja. Oké, dat is goed. Wauw! Dat is wel een schone afbeelding. We zijn terug vertrokken. We gaan tanken. Dat heb ik ook vandaag nog gedaan. Niemand daar, oké. We gaan eerst een rustmoment inlassen. Tanken. Lassen, we zitten al op de autosnelweg. Die niet wordt geblokkeerd door de boerenprotesten. Brussel, Liège. Ik heb het geleerd naar mensen Liège te zeggen. Ik kan nog even gauw iets doen.
Lichten uit. Oei, nu zien jullie mij bijna niet. Even gaan we de studiolamp aanzetten, alstublieft. Of ik kan daar ook een sfeerke van maken, wacht hè. Ik kan er ook een sfeerke van maken, kijk hè. Allee, wanneer verandert dat allemaal continu van kleuren? Voilà, ça. Wat fancy kleurtjes op mij. Tanken doen we dan ergens anders er. Ik ga toch op de normale kleur houden. Ik ga die nog even laten staan. Ja, dat zie je al. Oh. Voordat ik alles hier blokkeer. Even koppelen. Dan gaan we naar Polen. Hè. Voilà, we gaan naar Polen toe. Hoe ver is het rijden? 1114 kilometer. Dus het gaat weer een redelijke lange gameplay zijn. Dat is toch wel leuk, hè? Ik probeer wel altijd mijn pinkers aan te doen. Oké, we zijn terug vertrokken voor een nachtelijke rit van 16 uur. Rijplezier. Kom maar, op, 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 omhoog.
Het is nu vrij rustig op de baan. En dan toch nog eens één keer goed volgooien. Dan zijn we het er juist ook nog gepasseerd. Blij met zo lange afstands dingen kan ik toch altijd redelijk rappe levels unlocken. Daar ben ik wel blij om. Ik ga nog even aan het wachten tot die rode noot er voorbij is. Ja, dan moet ik de binnenste kant van de bocht nemen. We gaan naar Kolm, Duitslanden. Hier gaan we Duitsland in. Voor een ganse rit en dan een Polen. En hier heb je ook nog service voor te tanken. Dat is ook genoeg geld, 1033 euro's. Ik heb getankt voor 577 liters. Maar nu moet ik dus nergens meer stoppen. Alleen nog stoppen voor één keer een nachtrust te doen. Maar dan kan ik nog rijden, nog 10 uur. Ik moet 15 uur rijden nog. Dat gaat leuk worden. Dus wacht hè. Even berekenen, 10 uur. Min 10, dan zit ik op 5 uur. Dus op 6 uur kan ik het zoeken. Dus op 6 uur ga ik een pitstop zoeken. Dus toch aan deze kant blijven. We gaan zo'n bus voorbij proberen te steken. De bus rijdt weg van mij, hè. Amai, nog 1008 kilometer te gaan. We zitten nu in Duitsland te rijden. We zijn Duitsland door aan het kruisen. Hier bij Psycho TV Gaming. Vergeet al geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een gameplay of een livestream is. We zijn nu richting Dortmund aan het rijden.
Frankfurt. Uitvaart. Dus je ziet echt dat we letterlijk in Duitsland zitten. En je ziet zelfs van rijstrook te veranderen gebruik ik mijn aanwijzing. Pinker. Amai, die politie is goed ver weg al. Precies een melding binnengekregen. Het is wel vrij druk om 3:30 s'nachts op de baan in Duitsland toch. Een paar prusjes door. Nu zijn ze ook nog aan het werken langs de baan. Ja. Na deze rit ga ik wel richting mijn bed in. Ik ben wel blij dat ik nu elke dag wel één Eurotruck Simulator rit bij jullie cadeau kan doen. Goed bezig met rijden. We zijn weer al op een klaverblad terechtkomen. Goed dan.
We nog geen schade. Een cameo die om een derde race ook aan het rijden is. Ja, alles moet kunnen, hè. Alles moet kunnen. Zelfs een takelwagen ben ik nu aan de voorbij aan het steken. Ja. Het wordt dag. Goedemorgen iedereen. Lekker wakker worden. Wakker worden. Het is al 5 uur 's morgens. Nog 786 kilometer rijden met ons vracht. Ziet dat eens aan hoe mooi onze vracht is. Ja. Wat ben ik eigenlijk aan het vervoeren? Azijn, 9 ton. 9 ton azijn. Dan moet je naar hier toe. Het is wel leuk zoals te rijden voor jullie. Zo'n mooi ritje voor altijd voor het slapen gaan, dat kan altijd dus een teug doen. Je zijn weer op werkzaamheden. Je zijn boven 100, 120, what the fuck. ...711 kilometer nog te rijden. Ik ga ook eens dingetjes... ...een paar dingetjes zeggen. Mijn dag is goed, redelijk goed verlopen. Ik ben ook gaan werken.
ben ik wel blij om. Hoewel, zo ben ik dan God, ik ga ze dagen thuis doen. Ik weet het niet. 6 uurtjes. Kan ik blijven rijden. Tot mijn chauffeur echt moe is. En we zijn nog altijd in Duitsland aan het rijden. Want hij is het mooi vroeg. Is de straat toch nog altijd redelijk goed leeg. Richting Berlijn. Berlijn. Zes kilometers van de duivel. Zalig ritje. Ik heb toch al een hele afstand gereden hoor. Ging dat ook maar zo in de dek, dat je al op een bepaalde uren of zo, al zoveel kilometer zit. Oh ja. Het blijft maar een game, hè. Maar het is wel leuk. Leuk om te spelen. Rechtdoor blijven rijden betekent dat. Ik ga geen pits opnemen. Je lot ik precies wel. Weer al verkeersborden opduiken. Luik naar Polen toe is toch wel een hele rit. Dan geef je die wel ook wel eerlijk toe. Weer al een. Oh nee, dat is geen klaverblad. Ik wil zeggen klaverblad tegen. Nu begin ik moeten worden plaats van de chauffeur in game. Berlin. Ik kan nog niet terug eens invoegen, want dat is nog een auto die je hierin moet voegen.
Dan ben ik maar even binnen van het trainen. Nu niet meer. Nou. Nog altijd een goede dikke 500 kilometer te gaan hier op Cycle TV Gaming. Jelle Otterke, ik wil even bijsteken, dank u. Vier uurtjes doorrijden. Het is eigenlijk niet meer zo ver, hè? Nee, ik ga het niet riskeren. Hij bedoel, ik ga. Hey. Ah, hier is weer al een ongeval gebeurd. Keep left. Oké, ik zat bijna op de verkeerde autosnelweg. Zo moe ben ik aan het worden nou. Gecorrigeerd. Goed gecorrigeerd. Holy shit. Nice corrigatie. Doe het er al beter en beter. Met rijden. Dan kan ik nog rijden. Nog 3 uur en 26 minuten. Maar toch gaan we beginnen naar een stopplaats te rijden. Ik vind dat echt geweldig. Weet je wat mensen, ik ga nog gauw 2 seconden gauw iets doen. Dan kan ik dat ook nog even in een vlog steken. Ja ja kijkers, het is nu al 22:37 en ik ben nog even een Euro Truck Simulator gameplay aan het opnemen. Ik ben van Luik naar Warschau in Polen aan het rijden. Dus ja, ik ben toch al daar al grap 35 minuutjes al mee bezig. En jawel, ook via mijn livestream. Hallo, ik ben nu ook. Ik ben nu ook een gaming movie dus aan het opnemen en gameplay. Dus jullie zullen er dan ook weer al zo echt in.
Voilà. Ik ga jullie laten. Ik hoop dat jullie ook van de vlog hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe gameplay is. Of een video of een livestream of een vlog. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Nu hebben jullie ook mijn trucjes, de goeies bezien, mensen. En zetten jullie ook in mijn vlog. Ik moet nog rechtdoor. Dus ik hoop dat ik ook snel een slaapplek vind. Ik zie een helikopter daar mooi in het lucht. Heel schoon. Heel mooi, zo mooi. Moet je toch wel niet schatten hoor, dat het altijd zo'n lange rit is. Ik denk dat er veel auto's naar die kant moeten afslaan. Oeh, keep right. Allee. Ja, sorry. Zo ontstaan meestal de files. Voilà. Nu hebben jullie het gezien hoe de files ontstaan. Ik kom echt precies geen slaapplek meer tegen of wat? Ah, jawel. En je moet denken, ik ben van 17:35 of zo begonnen op vrijdag er aan te komen. Ik kom niet al aan om 15:26, maar dat gaat sowieso later zijn. Dat ik nog één pitstop ga doen nu. Dus zodra dat ik ergens kan, een rustmoment kan nemen, doe ik dat ook. Dus binnen 1 kilometer. En hier hebben we dus een kleine rustmoment in Lasse voor mijn chauffeur. Nee, dat is mooi gereden, hè. Even wat rusten. Voilà, het is nu 's avonds aan het worden. Yes, ik kan vertrekken. En hoe laat komen we daar nu aan? Oh, om 12:30 s'nachts. Ja, 11:40 s'nachts. Holy shit. We komen nu stelkens af aan Polen binnen. En ik zie de Poolse vlag. En verlaten we Duitsland.
De grens is open. Oh nee, hier kennen ze ook al de tol. Pak gewoon rechtdoor, hè. Of deze hier. Voilà. Een beetje. Oké, we zijn terug vertrokken. Het is ook al ver en allemaal afgebakend. Wat doe je toch mee allemaal aan? Zo'n verre rit te doen. Weg vanuit België. Zit in Polen. Mensen, ik zit in Polen. Niet meer in België. Klein bordjes. Nog 300. We naderen de finish. Nog niet hoor. Zaterdag 12 uur s'nachts. Gaan we terug naar de vrijdag toe kunnen geraken of niet? Ik hoop van wel. Kom maar. Vrij wil ik zien van vrijdag. En ik weet het ook van in het echt hoe hatelijk het is als er een camion aan voorbij aan het steken is. Of een vrachtwagen. Laat eens hier eens in de reacties weten als jullie over vrachtwagens, camions of truckers. Een truck. Hoeveel ton zal ik moeten betalen? €52, dat valt nog mee. Dat valt nog reuze mee.
250 kilometer. In Polen. Maar Polen is eigenlijk toch ook wel een redelijk groot land. En weer op werkzaamheden. Oei-ha. 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 Oh, komen we de volgende peage tegen. Waarom zijn er toch zoveel tolwegen? Dat is wel eigenlijk niet meer zo ver. En toch moet ik nog tol betalen. Niet leuk. Ik wil er voorbij, ik wil er voorbij. Ik had juist even mijn verkeerde pinker aan, dat klopt. Een groene luchtballon met zwarte streep. Je ziet hè, CycloTV komt toch wel overal in Europa. We zitten nu in Polen dus. Ik heb toch ook weer op lijst zitten als ik terug weer op binnen ben met mijn vracht. Wat ik dan wel eerst ga doen is tanken en slapen en dan saven. Ja. Ik kan ook echt in het echt niks meer zeggen, zo moe ben ik aan het worden. Oh. Weer al een tunnel in. Kleine tunnelke. Hier zit er nog hout aan de kappen. Vind ik niet kunnen.
dat die 139 kilometer volhouden. Voor wakker te blijven bedoel ik dat. Het begint wel laat te worden. Doe die gele auto aan. We hebben geen tijd gehad om voorbij te steken. We komen dan weer al uit op de tol. Hoe moeilijk dat dat is, jong. 9 ton azijn en ik het terug vooruit trekken. Achter mij te gaan rijden. Zitten onder de 100 kilometer, daar ben ik dus echt blij om. Dus ik ga eerst deze opdracht afleveren. En dan ga ik naar een rustplaats rijden. Hopelijk speed weer een level omhoog. Dat ga ik toch nu weer al niet menen. Voor die paar kilometerjes nog een tolweg. Ga je dat echt menen? Meent je dat nu? Ja, nee. Klein zijn, hè.
Holy shit, ik had echt eens een serieuze leg spike. Kilometer, stammen ze neer zo 44 kilometers, 42, 41. Ik zie jullie allemaal graag, schatjes van patatjes. Vergeet daar geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet meer buiten te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlogvideo of een livestream is. Mooi kerkske. Het is wel minder dan een uur al te rijden, dus daar ben ik wel op leer. Nog 26 minuten. 25. 24. 23. Zoals kan dat wel snel gaan. Dan komen we de volgende peage tegen. Maar we kunnen gaan afrekenen. Ik haat jullie zo fel. Alleen betaal. €6. Au, mijn portemonnee, €6. En ik zie de finish vlag al. De rode vlag betekent einde van de rit. We zijn te bijna, we zijn te bijna, maar nog niet helemaal. We zijn te bijna, we zijn te bijna, maar nog niet helemaal. Alessa. Oh, maar in de helft. Oh.
Allee, ik ben bedankt omdat jullie willen deel uitmaken van mijn leven. Vergeet geen duimpje omhoog te maken. Vergeet onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op elkaar te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of... een livestream is. En dan ga ik die ook nog eens opslaan, ook nog eens bij de test. Ik ben er iets aan het testen. Voilà. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later allemaal. Yo.